De Surinaamse beeldend kunstenaar Erwin de Vries is afgelopen woensdag met staatseer begraven. De KKF-hal was voor deze gelegenheid fleurig aangekleed. De Vries was een kunstdocent, maar wilde kunstenaar worden. In 1958 ging hij weer naar Nederland, waar hij aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam studeerde. Na zijn studie bleef hij in Amsterdam wonen, waar het merendeel van zijn werk staat. In 1984 keerde hij voorgoed terug naar Suriname. Tientallen Surinamers namen afscheid van de kunsticoon, terwijl familieleden en vrienden uit de kunstwereld kort iets vertelden over het leven en de prestaties van de Vries. Patrick Pengel, minister ad interim van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, wil met de familie van de Vries overleggen hoe de bijdrage van deze icoon binnen het Surinaams cultureel erfgoed een waardige plaats kan krijgen. De Vries werd na de uitvaarddienst in besloten kring naar zijn laatste rustplaats gebracht.